Over 2 maanden zal Jorge Zorreguieta er niet bij zijn als zijn dochter trouwt met kroonprins Willem-Alexander. Premier Kok liet weten dat op zijn aanwezigheid geen prijs werd gesteld. Zorreguieta was immers lid van het Argentijnse militaire regime dat eind jaren 70 verantwoordelijk was voor de ernstigste mensenrechten schendingen in de geschiedenis van het land. Maar terwijl deze zogeheten vuile oorlog in volle gang was, ging het Nederlands elftal gewoon in Argentinië voetballen. Maart 1976. Generaal Jorge Videla maakt bekend dat de strijdkrachten met een staatsgreep een einde hebben gemaakt aan de regering van Isabel Perón. Er komt een regime waarin zowel militairen als burgers zitting hebben. Deze twee partijen hebben verschillende belangen. De burgers, vertegenwoordigers van het economisch establishment, gebruiken de dictatuur om de economie volledig te liberaliseren. De militairen willen een einde maken aan de anarchie op straat. In de praktijk betekent dit zogenaamde proces van nationale reorganisatie een doelgerichte repressie waarbij iedereen wordt opgepakt die ook maar enigszins linkse sympathieën lijkt te hebben. In de straten van de hoofdstad Buenos Aires is het voor het eerst sinds jaren weer rustig. Maar elke dag verdwijnen er mensen. Deze zogenaamde subversieve elementen worden zonder vorm van proces gevangen gezet. Er wordt gemarteld en de meeste gevangenen worden uiteindelijk vermoord. In Buenos Aires staan de martelcentra midden in woonwijken. Moeders van vermisten proberen de verdwijningen onder de aandacht te brengen. De zoon van Nora de Cortinas werd in de zomer van 1977 ontvoerd door de militairen. Ze was een van de oprichters van de zogeheten dwaze moeders. Era una gran desesperación. Nosotras a veces nos conocíamos en encuentros que hacíamos por los tribunales, caminando los pasillos y con los ojos enrojecidos de llorar y de noches sin dormir y de días en la calle, golpeando puertas, y nos reconocíamos por el rostro de dolor. Decíamos de repente, vos venís por lo mismo, en un pasillo de los tribunales, ver una mujer deambulando, vos venís por lo mismo que estoy yo, y sí, se llevaron a mi hija, se llevaron a mi hijo. Mensen met een uitgesproken mening moeten vluchten. De meesten komen terecht in Europa, waar ze de situatie in hun land onder de aandacht proberen te brengen. Een van deze ballingen is de schrijver Osvaldo Bayer. Hij vlucht naar Duitsland. La gente era secuestrada, era puesto en campos de concentración. Se hacía desaparecer también a su mujer, a sus hijos, los cuales eran dados en adopción a los militares. Y se quitaba todo, es decir, las casas, las propiedades, etc. A nosotros nos costó mucho informar que Europa tuviera una buena información de lo que ocurría en la Argentina. Er verschijnen rapporten over de mensenrechtensituatie in Argentinië. 30.000 gevangenen, martelingen en systematische terreur is de conclusie. De militairen ontkennen. Men bestrijdt het terrorisme. En de burgers in het militaire regime, zoals Juan Alemán, zijn het daarmee eens. Alemán was staatssecretaris van Financiën en had de taak de overheidsuitgaven te saneren. Hasta el día de hoy en Europa se siguen repitiendo cosas que no son ciertas. O sea, se sigue repitiendo que hubo 30.000 desaparecidos. Cobraron 7.000, listo. Estos son los que son. Y no 30.000. Entonces seguían diciendo cosas. Se exageró mucho. Pero lógico, porque estaban todos los montoneros en Europa e hicieron una campaña muy bien hecha, con toda la izquierda europea. Tenían mucha ayuda ya, ¿no? Y los militares, que no saben de comunicación pública, no se defendieron nunca, ¿no? Y nunca explicaron cómo fue la cosa. Acabó una guerra donde hubo 7.000 muertos por el lado del terrorismo, con muchos inocentes, por supuesto. Igual que ahora en Afganistán, cuando caen bombas, mueren inocentes, ¿no? De militairen zijn wel degelijk bezig met hun imago. Belangrijkste troef daarbij is het wereldkampioenschap voetbal. Dat was al voor de staatsgreep aan Argentinië toegewezen. Sportjournalist Ezequiel Fernandez stond op dat moment aan het begin van zijn carrière. In de eerste reunión de la Junta Militar, a las pocas horas del golpe,
El almirante Macera, que era el que tenía más proyecto político de los tres integrantes de la Junta, el almirante Macera le dice al general Videla, tenemos que hacer el Mundial. El Mundial es muy, muy importante para la imagen argentina. Ese Mundial hay que confirmarlo. Videla decía que salía mucho dinero, pero Macera fue el que insistió. Este Mundial tenemos que hacerlo. No fue casual que la Marina, a partir de esta decisión de Macera, fuera la que tuviera mayor control sobre todo lo que fue la organización y los negocios del Mundial. November 1977. Nederland kwalificeert zich voor het WK. Op het kantoor van de KNVB liggen wat brieven van Zuid-Amerikaanse vakbonden. Die vragen of Oranje wel op de hoogte is van de politieke situatie in Argentinië. De brieven blijven onbeantwoord. De bond wil alleen maar weten hoe het zit met de veiligheid van de spelers. Daarom wordt bondsarts Frits Kessel op verkenningsreis naar Argentinië gestuurd. We hebben daar rondgekeken en hotels bezocht. En wij hebben daar op straat of anderszins niets ontmoet waarvan we zeiden het is gevaarlijk. We hebben het ook niet opgezocht, duidelijk niet opgezocht, maar het was er ook niet. En om daaruit te concluderen dat het dus niet gevaarlijk was, dat gaat veel en veel te ver. Daar waren de verhalen te duidelijk voor wat er zich in het land aan het afspelen was. Argentinië, januari 1978. Vertegenwoordigers van alle deelnemende voetbalbonden zijn in Buenos Aires voor de loting van de eerste ronde. Diezelfde maand spoelen er 41 lijken van vermisten aan op de stranden van buurland Uruguay. De voetbalwereld kijkt de andere kant op. Maar als de KNVB-bestuurders weer terug zijn in Nederland, wacht hen een onaangename verrassing. Bram Vermeulen vormde samen met Freek de Jonge het cabaretduo Nederlands Hoop. Op 27 januari beginnen ze een actie om het WK te boycotten. En die actie is begonnen omdat Freek iemand kende bij Amnesty International. En daar had hij volgens mij gegeten of zoiets. Die had een gesprek mee gehad. En toen heeft hij mij de volgende ochtend opgebeld dat we absoluut iets moesten ondernemen, want dit kon niet. Toen hebben we elkaar ontmoet, legendarische ontmoeting in Schiller Café. Daar ontmoeten we vaker hoor. En toen waren we in 5 minuten waren we het erover eens dat dit een geweldige gelegenheid was om eens een keer om eens te poeren in wat er aan de gang is met sport en met politiek. Maar jullie huilen liever krokodillentranen dan dat je aan de lijve voelt wat lijden is. Progressief Nederland is verrast, maar neemt de actie wel serieus. Felix Rottenberg was voorzitter van de Jonge Socialisten. Hij steunt de boycottactie vanaf het begin. Bram Vermeulen en Freek, die jongen, die hadden zoiets van, dit is toch belachelijk. Hup, weet je wat wij doen? We gaan iets ongebruikelijks doen. Wij gaan hier een verzet tegen organiseren. En dat doen we extreem, niet naar het WK. Dus dat was een irritatie, een emotionele irritatie over iets waar je heel rationeel, logischerwijs van kan zeggen. Het is eigenlijk heel maf, hè? Want alles was bekend over Argentinië. De vermissingen, de martelingen en de terreur. We hebben toen heel duidelijk uitgesproken. Het doel is letterlijk dat Nederland niet naar Argentinië gaat voetballen. Omdat je in een land als Argentinië, waar zulke toestanden aan het zijn, geen wereldkampioenschap mag organiseren. Dat was de doelstelling. Wat er dan achter zit, is natuurlijk altijd anders. Als je actie voert, heb je altijd zo'n gelaagd plan. De bedoeling was om maximale aandacht te krijgen voor de situatie in Argentinië. Ja, zodat het wereldkampioenschap onder druk kwam te staan. En dat wereldkampioenschap was een geweldige katalysator om die situatie duidelijk te maken. Nog voordat de KNVB reageert, laat het kabinet van zich horen. Premier Van Acht vindt de actie sympathiek, maar ziet deelname aan het WK als een verantwoordelijkheid van de voetbalbond. Gerard Wallis de Vries was staatssecretaris in de centrumrechtse regering en had sport in zijn portefeuille. Wij waren van mening dat hier niet het persoonlijke bezwaar van ieder van ons afzonderlijk een rol moest spelen, maar de vraag van hoe gaat de overheid met een particuliere organisatie als de KNVB om? En kunnen wij als overheid aanwijzingen geven om bijvoorbeeld de KNVB te verbieden af te reizen naar de wereldkampioenschappen voetbal in Argentinië? Wij waren, en ik meen terecht van mening, dat hier een duidelijke gescheiden verantwoordelijkheid is. En wij hebben toen het standpunt ingenomen dat wij die verantwoordelijkheid ook geheel bij de KNVB wilden leggen. Op de eerste WK-persconferentie van de KNVB proberen de actievoerders in discussie te gaan met de voetbalbond. Het loopt meteen mis. Het was echt alsof je bij de vijand binnenliep.
Daar hing een sfeer, joh, van, oh god, schande wat wij deden en wat doen. En het had niks met elkaar te maken. En hoe durf je er aan te komen? En het is volksvermaak nummer 1, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alle, wat mij betreft, argumenten die er niets toe deden. Omdat ze gewoon bang waren dat we aan hun speeltje kwamen. En dat kwamen, natuurlijk kwamen we aan hun speeltje, dat was de hele bedoeling. Karel Jansen was vertegenwoordiger van de spelersvakbond VVCS. Spreek de jongen en zo. Dat zag men als een provocatie en als een groep mensen die lastig voor een bond waren. Vooral in de vooravond natuurlijk van een deelnemer aan de wereldkampioenschap. Zo zag men dat ook inderdaad in die tijd. Als wij de vijand waren, dan hadden we maar één keuze. En die keuze was, oké, dan pakken we jullie via de officiële instantie aan. Dan gaan we gewoon zorgen dat er in Nederland een veld ontstaat. Althans, dat is dan het actie. Zo richt je die actie dan. Dat er in Nederland een veld ontstaat. Waardoor de politiek zegt, in deze situatie kunnen wij geen sportteam sturen. Op 3 februari hebben Bram en Freek een gesprek met een aantal Kamerleden. Gel Mertens is namens D66 bij dat gesprek aanwezig. Het idee om er een boycott van te maken was eigenlijk een beetje laat, ja. Dus dan kom je wel tot iets, zoals bijvoorbeeld een schrijver aan een brief om de KNVB op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. En dat is dan toch een betrekkelijk slap aftreksel van wat dan een boycott geweest had kunnen wezen. U vond het slap? Ik vond het vergeleken bij de mogelijkheid, vond ik dat tamelijk slap, ja. De brief maakt dan ook weinig indruk in Zeist. Je kan natuurlijk niet als bond, en wij als vakbond, konden we niet net doen of er niets ging gebeuren. Dus men hield er wel rekening mee. Maar de voetballerij is toch gewend aan kritiek, aan felle kritiek, wanneer het gaat juist om politieke aangelegenheden. Toch stelt het congres van de Partij van de Arbeid nog een daad. Een motie van de jonge socialisten om de boycott te steunen wordt aangenomen. Maar de partij doet er verder niets mee. Het was echt zo van, god, wat leuk vind je. Ga zo door. Goed dat jullie dat doen. Leuk met Bram en Freek. Soort bewustwording. Maar er was niet een massabeweging onder links Nederland. Breed links Nederland. Vakbeweging en anderen. Of al die mensen in de publieke opinie. Dit kan niet, want het was namelijk het voetbal en daar vocht je niet tegen. Harry van den Berg was woordvoerder buitenland namens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Ja, het klinkt heel banaal, maar het is wel zo dat wanneer je voor een sportboycott bent en het hele Nederlandse volk is daar tegen, dan vraag je je als parlementariër af of dat een standpunt is dat je moet vertegenwoordigen. Of vraag je je af, is het nou van zo principiële aard dat ik ja of nee moet zeggen? In Argentinië zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Er moeten stadions worden gebouwd, hotels, snelwegen, een hypermodern communicatiecentrum en het hele land moet overschakelen op kleurentelevisie. De kosten zijn torenhoog en de staatskas was al leeg. De burgers in het militaire regime moeten met leden ogen toekijken hoe de militairen het geld met bakken uitgeven. Maar protesteren tegen het mondiaal is niet zonder risico's. Primero designan en el ente autárquico mundial 78 a un general, al general Actis. ¿Y qué ocurre? El general Actis quería hacer un mundial más barato. Él decía que no había por qué cumplimentar todas las exigencias de la FIFA en cuanto a estadios perfectos, televisión color, playas de estacionamiento, etc. Él quería hacer un mundial más austero. Era de una personalidad austera, el general Actis. O casualidad, cuando el general Actis se va a presentar ante el periodismo internacional por primera vez, es asesinado. Bueno, eso se sospecha que fue alguna de las cosas que hizo Macera. Eso sí. Pero eso es porque Actis manejaba el Mundial y lo quería manejar él. ¿Y mandó matar a Actis? Sí, sí es lo que se comenta. Es muy probable. Porque Macera hacía esas cosas. La dictadura creo que buscaba legitimarse. Ya no ante su pueblo, porque con su pueblo se legitimaba con las armas, pero buscaba legitimarse en el exterior. La dictadura se decía en esos momentos que Occidente estaba decayendo, que la cultura occidental estaba en declinación y que ellos representaban la reserva moral de Occidente. Esa frase la recuerdo perfecto. La dictadura era la reserva moral de Occidente. Entonces creo que querían mostrarse ante el mundo como eso. Como una reserva moral de Occidente. Aquí las familias estaban todas juntas, íbamos todos a las canchas en familia a ver el Mundial, celebrábamos los goles y aplaudíamos al gobierno. El país perfecto.
El país perfecto, sí. El país soñado. De Argentijnse oppositie zit in een lastig pakket. Voetbal is in Argentinië zo mogelijk nog heiliger dan in Nederland. Met acties tegen het Mundial zouden ze de steun van de bevolking verliezen. De grootste guerrilla-beweging, de Montoneros, kiest daarom voor een andere strategie. Miguel Bonasso was perschef van de Montoneros. La posición de Montoneros se sintetizó de alguna manera en alguna de estos folletitos y obleas que mandábamos al país. Este era un desplegable que mostraba las sedes del Mundial, el programa de juegos y sedes, y siempre con esta gráfica, ¿no es cierto?, de tomar el propio gauchito hecho por el ente mundial y hacer nuestro propio gauchito con la vincha peronista y montonera. Montoneros no se oponía al Mundial porque no ignoraba que el Mundial era popular. O sea, que el pueblo argentino quería tener el Mundial, quería tener en medio de toda la angustia y la depresión económica y social, esa fiesta del Mundial. De enige die het feest nog kan bederven is de pers. De dwaze moeders vragen via buitenlandse journalisten aandacht voor hun leed. O sea, era un modo de mostrar ese dolor, ¿no? Era que viniera alguien del exterior y arrimarnos y ponernos a llorar desesperadamente pidiendo que nos ayudaran. Pero cada grupo de periodistas que venían acompañando algún funcionario que venía del exterior, o que se hacía un acto en la Plaza San Martín para poner la ofrenda floral cuando venía algún personaje, íbamos a la Plaza San Martín para requerirlo, para pedirle por nuestros hijos. Ahí, bueno, ponían la policía a hostigarnos o la caballería con los caballos que nos empujaban, tener que pasar entre las patas de los caballos. Bueno, toda una acción desmedida de desesperación, ¿no? Maart 1978. De KNVB gaat toch maar eens op gesprek op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooraf maakt de bond duidelijk dat deelname aan het WK niet ter discussie staat. Ik vind dus dat ons standpunt juist is wanneer we zeggen, laten we, en daar kan misschien Argentinië een duidelijke aanzet toe zijn, laten we in breder verband eens kijken wat in de toekomst onze gedragshouding zou moeten zijn. De diplomaat Jan-Willem Bertens was eind jaren 70 woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De heer Hogewoning, toen voorzitter betaald voetbal, liet mij weten dat hij gaarne met de minister wilde spreken. Hij was ook VVD'er, zoals hij zei. En om te zien wat de Nederlandse regering dacht over een boycott. En anderzijds wat de KNVB eventueel dacht over de boycott. Chris van der Klauw was minister van Buitenlandse Zaken. En ze wou eigenlijk een uitspraak van mij of van het kabinet dus daarover hebben. En ze wou eigenlijk verantwoordelijkheid afschuiven, maar het was hun verantwoordelijkheid. Wat bedoelt u, ze wou de vraag van? Nou, als ze een uitspraak kregen van ga maar of ga niet, dan was het hun verantwoordelijkheid niet meer. En dat was het, volgens mij was het volledig hun verantwoordelijkheid wat ze deden. Maar de directe vraag, zei hij, meneer de minister, het lijkt mij goed dat meneer Bertens, hij spreekt Spaans en hij weet alles van voetballen, dat die met ons meegaat en dat hij een soort woordvoerder, wat hij van u is, van ons wordt. Hij was mijn woordvoerder, maar dat wou ik niet. Want sloot ik als het ware via Bertens als regering mij aan bij het besluit van de KNVB om wel te gaan. De bond gaat toch niet met lege handen weg. Het ministerie en de ambassade in Argentinië gaan de KNVB adviseren. Had u de indruk dat de KNVB wist waar ze naartoe gingen? Die indruk kreeg ik niet. Meneer Hogewoning had een brief ontvangen van of van een vakbond of van een andere organisatie. Dat kan toch niet zo zijn? Is dat dan werkelijk zo? Dan dacht ik, nou, dat is toch een belangrijke zakenman. Je moet toch weten wat daar gebeurt. En wat zei u dan? En dan zeg ik, ja, kijk, of er nou 10.000 vermisten zijn of 12.000 of 5.000.
Het deugt daar niet. Het wachten is op de beide elftallen. Ik zie alleen dat op dit moment vacu wordt uitgeroeid. En ik ben reuze benieuwd. Videla heeft ook weer erg veel voor zijn land gedaan. Nederlands Hoop reist door het land met het actieprogramma Bloed aan de Paal. Na afloop van de voorstelling is er discussie met het publiek. De mensen die wilden dat we minder ver gingen, daartegen waren, begonnen altijd met het argument. Dan moet je ook Rusland verbieden, dan moet je niet voetballen tegen Bulgarije, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de anderen zeiden, we gaan niet ver genoeg, je moet ook Chili en je moet ook en alle landen die op dat moment totalitair geregeerd werden. En de antwoorden waren ook al, na drie avonden waren de antwoorden in feite standaard. Daarom was het ook interessant om er mensen bij te gaan halen. Want die werden dan vaak op persoonlijke merites aangevallen. Wij natuurlijk niet. Wij waren volstrekt correct. Nou ja, ik herinner mij die avond dus heel goed. Ja, nu naar ik er meer over nadenk, komen de herinneringen terug. En ik denk dat de bezoekers van die avond mij een beetje een lulletje vonden. Iemand die niet hard genoeg ja of nee zei, maar nuances aanbracht, et cetera. En dat werd niet erg op prijs gesteld. De voetbalwereld verschijnt niet op de avonden. De sporters hebben geen trek in discussie. En morgen is er weer een dag voorbij. In Chili, Oeganda, Rusland, Argentinië. Ik tel mijn idealen. En raak er steeds meer kwijt. Het was natuurlijk een burgerlijke actie, hè? Ik bedoel, dit waren de gegoede kringen. De mensen die het organiseerden stonden niet dicht bij de voetballers. Dus het was niet bedreigend voor de voetballers. Het was niet André van Duin die het steunde. Johan Neeskens speelde bij Barcelona. Hij was een van de vedetten van Oranje. Ik vind toch dat je de sport en de politiek gescheiden moet houden. Anders zou je haast helemaal geen wedstrijden of sport meer kunnen doen. Want het is overal in de hele wereld is er wel wat. Ja? Dat vind ik wel. Als je naar die oorlog ziet, wat er is geweest. Als je naar Israël steeds kijkt. Er wordt toch ook gewoon doorgevoetbald. Jan Poortvliet speelde bij PSV en was een van de nieuwelingen in de selectie. Wij hebben niet, helemaal niet bij stilgestaan, ook met de mensenrechten. Wat er dus aan de hand was of wat er nou echt leefde. Omdat het wordt nieuws omdat wij er naartoe gaan. Maar ik heb me daar niet in verdiept op dat moment. U vertelde de KNVB dat u naar een totalitair regime ging. Dat de kans bestond dat u werd misbruikt. Nee, dat hebben we absoluut niet. Dat is absoluut niet aan de orde geweest. Helemaal niet? Nee. Toch blijft één iemand door de acties wel thuis. De staatssecretaris die over voetbal gaat. Het standpunt van mij om daar niet naartoe te gaan was een heel duidelijke eigen afweging. Maar ik heb dat niet gedaan om te demonstreren. Kijk eens hoe flink wij zijn om daar niet naartoe te gaan. Het was een persoonlijk standpunt. Dat was een persoonlijk standpunt en dat werd gerespecteerd door het kabinet. En u kunt dus dan de conclusie trekken dat iedereen in het kabinet eigenlijk hetzelfde standpunt had. Weinig sympathie voor het feit dat we daar dat toneelspel moesten voeren. Eind mei vertrekt Oranje naar Argentinië. Ik heb nooit oog in oog gestaan, volgens mij Freek ook niet, nooit oog in oog gestaan met het Nederlands elftal. We hebben het op Schiphol geprobeerd. En toen zijn ze langs een andere kant, zijn ze het vliegtuig ingebracht. Want in de hal stonden wij voor joker. Met onze hele club met spandoeken. Nou, het punt was, dat was ook het dubbele, en ik wist dat ze daar toch heen zouden gaan. Dus ze kunnen er het beste zo belast mogelijk heen gaan. Dat ze overal bang zijn om zich heen kijken, met name de pers. Want dan komen die verhalen wel. Dat ze er niet heen gaan, de absolute boycott, dat kampioenschap zou toch doorgaan. De KNVB heeft zich inmiddels ingedekt door een gedragscode te vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Drie adviezen gaven wij aan de KNVB mee voordat ze vertrok. Punt 1. Interviews met zowel leden van het bestuur van de KNVB als spelers. Interviews over sport, over voetballen, niet over politiek. 2. Op geen enkele wijze je vertonen met regeringsautoriteiten en daar ook zo weinig mogelijk contact mee hebben. Punt 3. Ga niet naar plekken toe die dus de hele wereld kent als plek waar geprotesteerd wordt, terecht,
en waar gedemonstreerd wordt, terecht. Maar hou je dus buiten de politieke werkelijkheid weliswaar, maar hou je in ieder geval neutraal. Juni gaat het WK van start. Er zijn honderden journalisten gekomen. Niet alleen voor het voetbal, ook om te kijken wat er in Argentinië werkelijk aan de hand is. Maar de militairen hebben hun voorbereidingen getroffen. Había una denuncia exacta que fue que la dictadura en las ciudades donde se jugaban los partidos fueron retirados todos los prisioneros políticos y fueron llevados a otras provincias lejanas donde realmente no se jugaba el fútbol. De manera de que el fútbol se pudo jugar en forma tranquila con ese sistema. Het is duidelijk niet de bedoeling dat journalisten al te veel gaan rondneuzen. Dat merkte ook Frits Barend, die met zijn collega Henk van Dorp voor het weekblad Vrij Nederland naar Argentinië ging. Ik ben niet naar het stadion gegaan. Ik ben naar de Plaza de Mayo gegaan. En mijn plaats was dus leeg. Dus half uur voordat het begon kwam er inderdaad een legerofficier aan Henk vragen waar ik bleef. Want Frits Barend was ook hier. Had hier moeten, die was er niet. En, dat werd toen, en toen kwam die legerofficier op die plaats zitten. En die heeft Henk toen een paar keer gevraagd waarom ik er dan niet was. En... Aldo Proietto was perschef van het WK. Hij moet ervoor zorgen dat de buitenlandse journalisten door de juiste bril naar het toernooi kijken. Es decir, en este caso era la represión, etcétera, etcétera. Las cosas que el mundo conoce. Para un gobierno democrático, no. Pero ambos gobiernos, para lo que fuere, evidentemente lo aprovechan. Digamos, para simplificarlo. Unos para el bien, otros para el mal. Pero todos lo aprovechan. Este es el punto. Pero aquí era para tapar. Yo creo que no. Pero bueno, es una opinión tan personal. Y frente a esta opinión va a haber tantas que no. ¿Tapar qué? Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Por ello, o sea, vinieron muchos periodistas extranjeros en el Mundial y se extrañaron de que acá realmente era un país muy pacífico y que las cosas que ellos decían que estaban matando gente en la calle no eran ciertas. O sea, cumplió el objetivo político, ¿no? ¿Esto fue definido, este objetivo político, por el gobierno? Sí, claro, claro. Es decir, nunca lo escribieron, pero era un valor entendido, por supuesto que sí, y se logró. En de strategie lijkt te werken. Kees Jansma was bij het wereldkampioenschap voor Studio Sport. Als je in Nederland enorme informatie krijgt, bijvoorbeeld van Bram en Freek, over wat er allemaal daar mis is, dan vorm je blijkbaar in je hoofd vond je een gevoel van, oh jee, ze loeren daar iedere dag over je schouder mee. En er is geen bewegingsvrijheid. En pas op, want de militairen zitten lopend in je rug. Dat gevoel had ik misschien een beetje toen ik ging. En ik herinner me nogmaals die eerste avond waarbij meteen we met mensen in contact kwamen. Die vertelden over hun enorme financiële problemen die ze afgelopen jaren gehad hadden. Verschrikkelijke financiële problemen. En ja, dat ging eigenlijk heel, heel vrij uit, heel spontaan. Normaal contact zoals je dat in een café in Amsterdam hebt. Daar had ik me toch een andere voorstelling van gevormd, waarschijnlijk door de berichtgeving. En daarvan heb ik niks gemerkt. Este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos, para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Muzika.
Het Nederlands elftal zit in hun spelersverblijf in het Andesgebergte, ver van de bewoonde wereld. We zijn vanaf dat we in Argentinië aankomen eigenlijk geïsoleerd eigenlijk vanaf het vliegveld, de bus naar het ons onderkomen in de bergen. Waar we konden trainen, eten, drinken, tv kijken en kaarten. En eigenlijk waren dat zo'n beetje onze enigste bezigheden in die eerste weken. En we waren totaal geïsoleerd. Wij wisten in de meeste gevallen niet wat er gebeurt, wat er om je heen gebeurt. Er kwamen wel kranten binnen, die waren meestal gedateerd. En je wist dat gewoon niet. En je kreeg dat pas in een veel later stadium te horen. En sommige dingen pas achteraf, als je de terugkerend in Nederland de kranten nog eens doorleest, dan kwam je soms dingen tegen dat je, heeft dat zich afgespeeld? Claudio von Förster was door de Argentijnse voetbalbond aangewezen als begeleider van Oranje. ¿Quién se preocupaba de la seguridad? Los militares. ¿Cómo? Poniendo puestos de guardia, poniendo baterías. En el caso de Mendoza, que era una zona de montaña, había baterías antiaéreas. ¿Cómo se hace la guardia alrededor de un cuartel? Zoals afgesproken wordt Oranje begeleid door de Nederlandse ambassadeur in Argentinië. Ook de pers maakt kennis met hem. Mensenrechten had ik nog nooit van gehoord. Het was prachtig welkom in Argentinië, een fantastisch land. En de mensen zijn heel blij dat je hier bent. Dan trekt u zich niks af wat er geschreven wordt. Het is hier prachtig en u zult een fantastisch WK tegemoet gaan zien. En u wordt gastvrij ontvangen. Er zal u niets gebeuren. En geniet van dit prachtige land en zijn prachtige voetbaltraditie. Zo'n man was het. En dat gaf al meteen tussen een aantal journalisten, weet ik, Hans van Wissen ook. Er waren al een aantal journalisten die toen, waar de haren bij recht overeind gingen staan. Er was wel iets meer aan de hand volgens ons in Argentinië. Als absoluut die waren flauwekul ons. Het was een prachtig land. Die moet je gek laten werken. Allemaal subversieve elementen die je dat proberen te vertellen, is niet waar. Die dwaze moeder is onzin. Hoewel ze volledig geïsoleerd zijn van de buitenwereld, merken zelfs de spelers dat er wel degelijk iets aan de hand is. Vino una persona con una camioneta. Me entregó una caja de este tamaño, más o menos, llena de sobres, que decía el remitente, tuve que mirarlo porque además había uno para mí también. Abrí el sobre mío y había un mensaje de los cuerpos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo y de los Montoneros, diciendo, así como usted tiene este sobre en la mano, podría tener una carta bomba. Comprenda que si no la tienes porque no queremos, porque hemos querido hacer una tregua en nuestra lucha por tal y cual cosa. Ellos siempre luchan por algo, nunca se sabe por qué, pero siempre luchan por algo. Montoneros no firmaba ningún comunicado conjunto con el ERP en ese momento, ninguno. Tenía una política totalmente diferenciada. Y vuelvo a repetir, el ERP, en general los grupos del ERP en el exterior, en el exilio, lo que planteaban era el boicot, liso y llano. Por lo tanto, no, me parece que esa es una versión sin ningún fundamento. ¿A usted le parece factible? No, puede ser una maniobra, no lo conozco el episodio, pero puede ser una maniobra de inteligencia. Langzamerhand raakt de gedragscode van buitenlandse zaken in de vergetelheid. KNVB-officials gaan naar recepties, nemen cadeaus in ontvangst en gaan met de verkeerde mensen op de foto. Si Videla hubiera entrado en nuestro hotel y hubiera dado la mano a alguien, no sé si hubieran sabido siquiera quién era. Había un sentido naïf. En nuestra delegación, en la delegación holandesa, un sentido de inocencia. Aan de ambassadeur die de KNVB zou moeten begeleiden, hebben ze ook weinig houvast. Ik zag hem in de diario in Mendoza of zo, of een soort weekblad, een huis-aan-huis weekblad in Mendoza. Zit ik zo door, ineens zie ik een foto en ik denk, vreemd, dat is onze ambassadeur. Die met, ik geloof met generaal Mello, een troepeninspectie deed. Nou, dus met het junta-regime. En die foto hebben we dus hem voorgelegd. Nou, het schijnt nog wat gedonder op te zeggen geweest bij ons. Dat had hij niet mogen doen, heeft hij ook niet gemeld. Hij ging dus, dat was een van de organisatoren van het WK. Die had hem uitgenodigd om een troepeninspectie bij te wonen. En die man was zo geil op die publiciteit dat hij was daar dus bij. En de spelers worden buiten hun medeweten gebruikt voor de PR-campagne van de junta. La selección de Holanda vino con montones de regalos. Relojes de arena, relojes distintivos, escudos, banderines. Y entre esos regalos había para dar a la prensa también un cuadernillo que tenía la biografía de cada jugador, peso, altura, etcétera, etcétera. Y abajo una reproducción de la firma. Y una revista muy conocida, hoy creo que es la única revista deportiva que sale en Argentina, porque tiene como 50 años de vida, se llama El Gráfico, publicó antes de la final, en la primera página, una carta donde Rudy Kroll decía algo así como que de las fusiles de los
de los soldados salen flores y estos, dirigida a su hija, diciéndole que estos soldaditos están para cuidarnos y que son buena gente y que sí, que era todo Heidi, Alicia en el País de las Maravillas, Bambi, era todo inocentada. Y abajo decía Ruth Kroll. Yo obviamente no lo había visto porque no leía la revista. Pero parece que eso rebotó en Holanda y la prensa holandesa le hizo un gran escándalo a Ruth Kroll, como que él se estaba asociando con los militares. Entonces Ruth Kroll, que no entendía el español, a pesar de que estaba al lado de Neskens en la pieza, vino a preguntar a mí, ¿qué es esto? Y me acuerdo que me mostró la revista y me dijo, ¿qué es esto? Yo lo leí y dije, mira, no sé lo que es, lleva tu firma. Het Nederlands team zit inmiddels in de hoofdstad Buenos Aires. De finale is bereikt. Een paar spelers gaan naar het Plaza de Mayo, maar de belangstelling voor mensenrechten heeft plaatsgemaakt voor oranjekoorts. Politieke daden waren lang helemaal uit beeld nu die finale bereikt was. Er kwamen toen ook geen stukken meer, begeleidende stukken. Zelfs in de halve finale al, van journalisten die ook politiek iets wilden doen of onderzoeken. Je hebt alleen maar straatjournalistiek gedaan, Vox Populi. Maar een officiële bevestiging heb je nooit gehad. Het is net als in het recht, zelfs gelijk hebben, gelijk krijgen, bewijs het maar. Je kon het niet bewijzen, want die mensen traden niet naar buiten. En er waren media die echt vonden dat we belachelijk, er was niets aan de hand, heerlijk land, veilig. Wat zeur je toch en je zoekt iets wat er niet is. En triest genoeg bleek het dus later achteraf allemaal waar te zijn. Die mensen zijn gewoon vanuit vliegtuig in de rivier gegooid, wat wij toen al wisten. De PR-campagne van de militairen is een succes geworden. Maar ze willen nog meer. Argentinië kan zelfs kampioen worden. Ze moeten dan wel eerst de finale halen door met 4 doelpunten verschil van Peru te winnen. Het wordt uiteindelijk een onwaarschijnlijke 6-0 overwinning. Yo he conversado con jugadores peruanos, con jugadores argentinos. Me queda la íntima convicción de que hubo sobornos en ese cotejo. Me queda tal vez la sensación de que muchos jugadores no estaban al tanto de eso, de que esto fue una maniobra de alto nivel. Pero allí creo que los militares se dieron cuenta que no solo había que organizar un mundial y dar una imagen de un pueblo unido y feliz ante el exterior. También había que ganar ese mundial. Admiraal Massera grijpt de overwinning op Peru aan om nog wat oude rekeningen te vereffenen. Ahora, a mí el partido de Perú me costó una bomba en mi casa, ¿no? Es decir, cuando la Argentina le hizo el cuarto gol a Perú, en ese momento se calificó. Y en ese momento explotó una bomba en mi casa que me la puso Massera, ¿no? Como agradecimiento porque yo critiqué los gastos del Mundial. Un miembro de la Junta sí, poniendo bomba a su propio secretario de Finanzas. Sí. Bueno, Massera hacía esas cosas permanentemente. Op 25 juni wordt in Buenos Aires de finale gespeeld. Argentinië-Nederland. Mensen zeggen wel eens tegen mij van, als jullie daar gewonnen hadden, had je niet levend weggekomen. Nou, ik had het op dat moment geaccepteerd, laat ik het zo zeggen. Ja, ik was echt zo ver, klinkt misschien raar, maar ik was echt zo ver van, dat ik toch gewonnen had willen hebben. En ik had geaccepteerd wat er gebeurd zou zijn. Het is een heel leuk volk, een hele leuke mensen, zo anders dan wij. En die hebben genoten van het evenement. Dat ik eigenlijk het gevoel had, toen die wedstrijd begon, ondanks mijn chauvinistische instelling, dat ik het helemaal niet erg vond als Argentinië zou winnen. Want die mensen hebben het echt verschrikkelijk veel aan gehad. Dat is mijn stellige overtuiging. Hoe ze ook misschien gemanipuleerd zijn. Maar voor hen was het een feest. Heeft u de finale gezien? Op televisie, ja. Ja, heb ik gezien. Het ging niet zo ver dat ik niet naar de televisie heb gekeken. Heeft u de finale gezien? Nee. Nee, daar heb je iedereen. De mensen die zich over opvonden, die zeiden allemaal later, ja, we hebben wel naar de wedstrijden gekeken en zo. Dus een beetje hypocriet ook.
Maar ik had absoluut geen tijd om naar televisie te kijken. Als je minister van Buitenlandse Zaken bent, dat is een baan waar je 24 uur per dag mee bezig bent. Alle mogelijke dingen. En dan ga je niet naar een voetbalwedstrijd kijken. Ik heb de finale gezien, ja. Ik heb ze allemaal gezien, want het moest wel. Want normaal gesproken kijk ik nooit zoveel voetbal. Maar ik moest toen alles zien, want ja, op alles werd je aangesproken. Dus ik moest echt hele boekhoudingen bijhouden, joh. Ja. Ik heb de wedstrijd gezien op mijn kamer in Buitenlandse Zaken. Ik had iemand van de verbindingsdienst van Buitenlandse Zaken was ook nog aanwezig. KNVB zou mij bellen om te vragen wat te doen. Winnen natuurlijk. Als je wint, moet je dan uit handen van de president de beker in ontvangst nemen. Als aanvoerder, Ruud Krol. Ja, je wilde winnen. En eigenlijk ben ik nog van mening dat wij het hadden moeten redden toen. Wij hadden toen wereldkampioen moeten worden. En dan? Ja, dan had je. Dan had ik waarschijnlijk gezegd: gelukkig dat ik daar toch niet bij hoefde te zijn. Wij hebben, althans een aantal mensen hier, ik heb dat nooit op die manier geformuleerd hoor. En het is nu gemakkelijk. Maar we hebben gedacht: het is ze wel goed uitgekomen dat ze het niet gewonnen hebben, politiek gesproken. Krediet hadden ze al lang. Iedereen had gezien dat Argentinië vals gespeeld had. Dus Nederland was de morele winnaar van dat hele gebeuren. Ze hadden geen echte strategie wat ze moesten doen als ze zouden winnen. Want er was allemaal van uitgaan dat Videla die beker niet zou uitreiken. Dat zou de voorzitter van de FIFA doen. Nou, Videla heeft wel die beker uitgereikt. En ze zijn door de gong gered. Ze waren blij, op dat gebied blij dat Nederland verloor. Yo la final estaba en mi casa, la televisión, yo lloraba todo el día, lloré. Y mi marido no sabía qué hacer. En un momento apagó la televisión, yo le decía no, déjala, porque no era justo, ¿no? Pero en un momento apagó la televisión porque yo estaba como loca, porque yo decía, no puede ser, no puede ser que estemos disfrutando y que haya toda esta fiesta en esa cancha y Gustavo soterrado, ¿en dónde? A lo mejor yo pensaba que estaba vivo. Los días siguientes se organizaron grandes manifestaciones de la gente con bandera argentina y donde se gritaba ¡Viva Videla! Un hecho notorio fue a la mañana siguiente del campeonato mundial, los estudiantes de las escuelas religiosas fueron a Plaza de Mayo y gritaron ¡Videla corazón! Ik denk, ja, dat is verloren. De zaak wordt er iets eenvoudiger op. En dan krijg je telefoon, wat te doen? Nou, wat te doen? Krol naar boven. En de rest in de bus naar het hotel. Maar ik denk dat jullie eerst in de kleedkamer moeten zitten. Want natuurlijk een gigantisch wat ik hier zie is een geweldig feest. Yo fui hasta el vestuario
holandés, donde encontré un clima realmente de abatimiento. Algunos jugadores lloraban, estaban muy mal, estaban todos así, en los bancos, y había un clima realmente de una gran tristeza. Entonces yo tomé a nuestro attaché, Claudio von Foster, y le digo, pero Claudio, acá hay una exigencia de FIFA que obliga a que el entrenador y el capitán vayan a la conferencia de prensa. Y von Foster, de muy mal modo, a pesar de ser argentino, designado por nosotros y demás, nos dijo, pero este no es momento para una conferencia, estamos muy mal. Es decir, yo no sabía que se había mimetizado tanto con el equipo holandés y lloraba, como un holandés más, esa derrota, ¿no? De modo que a lo mejor esto explica el motivo por el cual a la noche no fueron. El equipo holandés estaba realmente vencido, deportivamente vencido, ¿no? Esto es lo que observé. Niet alleen liet het Nederlands elftal de persconferentie schieten, ook haalden ze hun medailles niet op die tijdens het slotbanket zouden worden uitgereikt. Het banket zou om 9:00 zijn. En toen hebben zij gezegd, het was te onveilig om nog dat stukje weer terug te lopen naar het banket van het hotel waar ze waren. En er kon ook geen bus meer rijden, dus we doen het niet. Dat is hun vorm van protest geweest. In de tegenwoordige eredivisiewedstrijd is het aanzienlijk gevaarlijker dan het WK voetbal en de sfeer in de afloop. Voor de spelers toen ze over dat plein naar dat hotel liepen. Dat was gewoon hartstikke leuk. Kan niemand iets aan ontleend hebben van, dat is een bedreigende situatie. Is onmogelijk. Als je daar roept, wij willen hier een politiek gebaar maken. Dat zou verkeerd gevallen zijn en dat zou zeker uitgelegd zijn. Ze kunnen niet tegen hun verlies. Nou, als je dan verdwaalt met de bus en het hotel niet kunt vinden, dan heb je daar, kun je daarmee wegkomen. Maar heeft het ministerie nu beslist dat Oranje niet naar het slotpakket ging? Nee, wij hebben geadviseerd dat Oranje niet naar het slotpakket komt. Niet verschijnen is de chique manier van actie voeren. Net zoals een boycott een chique manier van actie voeren is. Stel nou, als je gaat daar naartoe, die man wil je een medaille geven, en dan zeg je, van jou wil ik die medaille niet hebben. Dan voer je actie. Maar niet verschijnen zeggen, we nemen hem niet in ontvangst. Dat is net zoals een prijs niet in ontvangst nemen, omdat je tegen de prijs bezig bent. Zeg dat dan op het moment dat je hem krijgt. Leg dan uit wat er aan de hand is. Dat vind ik chiquer. En het werkt ook als actiemiddel veel beter. Maar ja, goed, zij waren niet aan het actie voeren. Ik heb het idee, wat ik daarnet beschreef, dat ze op dat moment puur aan het overleven waren. Die wilden zo snel naar huis, dat hou je niet voor mogelijk. Nou, wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we er niet naartoe. We blijven in het hotel. En we gaan dus ook niet naar bed, maar zo'n beetje in de nacht, als het wat rustiger wordt, dan rijden wij naar het vliegveld toe. En zitten daar een paar uur en we wachten op het moment dat we weg kunnen. Ja? Ja. Cuando ganó Argentina, ¿usted personalmente lo sintió como una victoria? No, yo me alegré, por supuesto. Todo el mundo. Había una alegría colectiva. ¿A pesar de la bomba? Sí, sí. Sí, la alegría colectiva la teníamos todos. Pero, le digo, para mí no tiene importancia, le repito, el fútbol es un juego. Y no es más que eso.